Veel mensen denken dat je in de herfst niks meer kunt planten, maar het tegendeel is waar. De herfst is vaak juist een prima planttijd. Het weer is meestal wat vochtiger, de lucht is wat vochtiger, de grond is wat vochtiger. En dat zijn juist prima omstandigheden voor een plant om zich te settelen. Bijvoorbeeld deze clematis, ook zo'n plant die graag van wat vochtige grond houdt. Daarom is het veel beter om hem hier zo tegen een rek te planten dan tegen een muur, zoals je vaak ziet. Nou, wat van belang is bij een clematis, is dat je hem diep genoeg plant. Vanaf de potrand gerekend moet hij zo'n 5 tot 10 centimeter onder de grond komen te zitten. Dan krijgt hij namelijk een beter en krachtiger wortelgestel. Je laat hem vervolgens voorzichtig uit die pot glijden. Kijk, dit is een mooi exemplaar, een mooi doorwortelde potkluit. Dan in het plantgat laten zakken en dat voorzichtig dichtgooien. Clematissen die voelen zich in hun element als ze een beetje koele voeten houden. Dus zorg ervoor dat het onderste deel van de plant in de schaduw blijft. Desnoods plant je er nog wat laagblijvende plantjes omheen. En de bovenkant, hij gaat straks klimmen, die mag rustig in de zon.